Autonomistiek uit Vlissingen. Voor hen wil ik eigenlijk nog een hartelijk applaus en zeker ook voor deze hulpverleners. Dank u wel. Om 3:50 herhalen wij deze demonstratie. Gaat er iemand anders een ruitje zetten?
En in dit geval het Rental Services Mobiel Medisch Team. Studio Rental, Drama Helikopter, Niels Kamerato, kunstenaars, De Vries en Netwerking, QG Autologistiek, Zwaartekosten verplaatsen, AMZ Vervoer, zogenaamde triage Wolterenbos, de verpleegkundige, die gaat de kijken van hoe de slachtoffers zijn, de aanbouwclub, accepteren de slachtoffers, op een veilige en verantwoorde manier toegang gezocht worden richting het slachtoffer. De ambulanceverpleegkundige zelf is inmiddels aangekomen bij het kleine voertuig, de personenauto. En in de personenauto zit één slachtoffer. De tweede brandweereenheid is bijna ter plaatse. Deze ambulanceverpleegkundige heeft de contact met de chauffeur. En de chauffeur die gaat nu de meldkamer op de hoogte stellen. Meldkamer hier de 105, wij zijn de plaats bij een ongeval. De voormelding, zijn gekomen voor de vlootschouw en ja, hopelijk dat we volgende keer meer gebruik van jullie mogen maken, hoor. Bijbehorende rips en waterscooters, zover ze mee kunnen luisteren. Bedanken voor hun medewerking en ja, het was een groot succes. Dank u. Dankjewel Bert, dit was een prachtig afscheid van het varendmateriaal wat vandaag heeft meegewerkt aan de 9e editie van de Rescue. Dames en heren, het was fantastisch. Wat een schitterend weer, wederom prachtig weer. Ja, zo is het, hè? Wederom prachtig weer.
Dus ja, het kan natuurlijk niet anders dan bij deze.